Hallo dames en heren, daar ben ik weer met mijn mooie microfoontje. Jawel, jawel, ik sta hier in Duitsland en het is ongelooflijk mistig. Ik ben lekker op vakantie, maar als het goed is zijn jullie ook aan het genieten van de vakantievlogs. Maar voordat we gaan beginnen met de vlog wil ik eventjes mededelen dat er vanaf morgen van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts er 30% korting is op knolpauwen.nl. 30%, dat is nog nooit gebeurd sinds dat ik YouTube doe. En dat is dus al 3000 vlogs lang, tenminste die komt morgen online. Dus dames en heren, ga checken knolpauwen.nl. Vanaf morgen van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts 30% korting. Geldt niet voor de 50-50 collectie. Geldt ook niet voor de nieuwe KP Active Sportlijn. Maar zoals de meesten weten, ik heb ongelooflijk veel artikelen op knolpauwen.nl staan. Dus je wilt het niet missen. Ga erheen. Het is maar voor 12 uur geldig. 30% korting. Ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. Want de vlog van vandaag is weer leuk geworden. Knolpauwen! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en gisteravond sloot ik de vlog al af met het feit dat ik mijn stem ging verliezen. En nu ben ik wakker geworden en ben ik mijn stem half kwijt. Het klinkt heel erg raar. Misschien zullen sommigen het grappig vinden. Zoals Noël die net al een paar keer aan het lachen was. Omdat hij niet verwacht dat dit geluid uit mijn stem komt. Sommigen vinden het misschien sneu, maar dat hoeft niet. Want ik heb geen pijn aan mijn keel. Ik ben gewoon alleen mijn stem kwijt. En ik weet niet hoe het komt. Dus ja, dat is gewoon hoe het is. Het is deze keer niet zo mis. Mistig in de ochtend. Normaal gesproken is het echt super mistig. Dus laten we meteen eventjes, voordat we naar het ontbijt gaan. Mijn stem is wel echt gek, hè? Bro, hij is echt weg, man. Yo. Die heb je ook nog nooit gehoord van mij. Nee, niet zo heftig. Maar ik ben ook serieus nog nooit op deze manier mijn stem kwijtgeraakt. Maar het zou... Hij slaat ook de hele tijd over. Ja. Wat? Maar het zou normaal zijn als je het na zondag had, na die Pokémon-overing, weet je wel? Want die ging allemaal schreeuwen en zo. Ja. Maar dat... twee dagen later gekregen. Ja. Het duurde iets langer om... Nee, daarvoor had ik al last. Want ik zei al, van de eerste keer dat ik ging schreeuwen, omdat ik een hele zieke Pokémon kaart had bij de livestream afgelopen zondag. Na de eerste keer schreeuwen, zei ik al, dit moet ik niet meer doen. Oh, het is echt ziek, hè? Ja, het is echt, ik heb dit nog nooit gehad op deze manier, dat mijn stem gewoon kwijt gaat. Maar ik heb serieus echt al 5 dagen of zo een beetje pijn aan mijn keel. En nu ben ik hem kwijt en nu heb ik geen pijn meer, maar ik ben hem wel kwijt. Moet gewoon even goed zoeken, man. Maar dit is wel beter, toch? Het is wel beter. Geen pijn, maar een andere stem. Ja, dat vind ik wel eerlijk gezegd. Nou, moet even kijken hoe het gaat vandaag. En Marvin zegt al de hele tijd, je moet thee met honing drinken, thee met honing. Ja, is goed. We zien het wel vandaag. Het is in ieder geval best wel vreemd. Oké, dames en heren, ik neem jullie mee naar het uitzicht. Wauw, de eerste keer in de ochtend dat het zo opgeklaard is en geen mist. Dit is echt zo nice. Ik snap wel waarom ze hier schilderijen van hebben hangen in de huisjes. Ze hebben panoramafoto's hier gemaakt en hebben ze opgehangen in de huisjes. Supermooi. Echt super mooi. En aangezien het daar niet zo bewolkt is, komt het licht daar wat meer zo naar beneden vallen. Dus dat vind ik ook altijd mooi. Ook als de zon bijvoorbeeld schijnt en hier is het bewolkt en daar niet, dat je dan zo die lichtstralen ziet. Snap je wat ik bedoel? Dat is echt super vet. Oké, ik ga binnen maar eens even een theetje bestellen. Vragen of ze honing hebben. En dan, voor de rest, wat kan ik doen? Wow, ze hebben daar trouwens ook huisjes. Oh my god. Dat zie ik nu pas. Ze hebben gewoon daar, aan de zijkant hebben ze huisjes. Als je wakker wordt, zie je gewoon... Wow, dat is echt sick. Goed, we gaan even ontbijten. Daar heb ik wel zin in. En als je trouwens zou willen, zou je hier ook kunnen ontbijten. Dat is ook wel echt vet hoor. Hier heb je best wel veel ruimte. Kan je gewoon bij het raam gaan zitten. En dan heb je ook gewoon het uitzicht. Dat is ook wel echt nice, maar... Ja, het is nu net even een beetje te koud. Maar goed, ik heb natuurlijk mijn knolpauwen winterjas. Jas. Maar niet iedereen, want deze rode die ik heb en de jas die Noël nu aan heeft, die zwart-bruine, dat zijn de eerste jassen die ik binnen heb gekregen. Binnenkort krijg ik ze allemaal. En dan kan ik ze ook aan vrienden geven, dus dat wordt echt nice. Ze geeft zo eens even een jas aan Thijs, even een jas aan Noël. En dan weten ze hoe lekker warm het is. En nog steeds, elke dag, ik draag alleen maar een t-shirtje hieronder en het is warm zat. Wel eventjes de struggle, want wat ga ik eten? Want ik heb niet zoveel zin in een hard broodje, maar een croissantje? Ik weet het niet hoor. Ik heb sowieso een lekker toetje, dat is wel nice. En ik heb dus gewoon een lekker theetje. En ik heb een vers geperst sinaasappelsappertje. En ik heb een cappuccinootje. En ik heb een Thijsje. Hé, maatje? Nee, maar serieus, wel balen, man. Ik heb niet zoveel zin in... Wow, speculaas. Wat? In de cappuccino? Geniaal. Lekker smikkelen, jongetje. Vind je het leuk op vakantie? Ja, geniet, ja. Eigenlijk jouw eerste vakantie met ons mee, hè? Wat vind je tot nu toe? Ja, leuk. Gezellig. Ja? Nice. Brabants gezellig? Ja, Brabant. Nou, dat is mooi. Ja, we zijn wel met 3 Brabanders. Dat vind ik wel fijn om te weten. Ja, wij zijn in de minderheid. Meer Brabanders dan Noordelingen. Patat. Maar dat geeft niet, hè. Dat geeft niet. Ja, jullie zeggen alle 3 patat. Friet bedoel ik. Dat vind ik zo vreemd. We hadden die discussie gisteren of eergisteren of zo. We zijn er dus achter gekomen dat jullie zeggen alle 3
Friet? Ja. Maar als ze speciaal bestellen, zegt ze mag patat speciaal. Nee, friet speciaal. Oh, maar friet we zeggen speciaal. Patatje oorlog. Ja, jullie zeggen patatje oorlog, maar friet speciaal. Ja. Maar jullie noemen alles friet, behalve speciaal noemen jullie patatje speciaal. Behalve oorlog. Probleem mee, joh. Patatje oorlog. Vrij. Nee, niet erg, maar dat is wel geen vreemd. Ja, ik moet zeggen, ik kwam er toen ook pas echt achter hoe vreemd eigenlijk is. Ja. Het is gewoon normaal, zeg maar. Want wij, of tenminste, ik zeg gewoon bij alles gewoon patatje mayo, patatje ketchup, patatje oorlog, patatje speciaal. En niet in één keer friet mayo. Nee, gelijk heb je. Gekke dingen. Oké. Oké, ik denk dat we zo klaar zijn. En dan gaan we lekker naar buiten. En dan gaan we de eerste activiteit van vandaag doen. En wat we gaan doen, dames en heren, dat is midget golf. Met z'n allen. En de volgorde, die hebben we eigenlijk niet echt bepaald. Omdat als je een volgorde doet met midget golf, zijn we achtergekomen. En ik moet bijvoorbeeld elke keer beginnen. Dan gaat iedereen natuurlijk kijken hoe het moet, hè. Dus doen we elke keer om de beurt. Dus, maar ik ga nu wel beginnen. Dat is geen probleem, hè. Dat vind ik prima. Dit is wel meteen een uitdaging. Dit is wel meteen een uitdaging. Daar ben ik het helemaal mee eens. Je zal eens even kijken, snel. Hij zit daarachter. Helemaal daarachter de steen. Je moet meteen of hier doorheen of daar doorheen. Ja, dat zag ik ook al. Het is op het begin wel gelijk een beetje moeilijk, hè? Ja, dat vind ik wel een dingetje. Ja. Oei. Zag je dat? Ja, nou heb je hem. Kijk. Oh, die ligt er mooi voor, hè? Clean. Nou, maak hem af. Kijk. 5 keer, dames en heren. Dat is hoe het moet in 5 keer, maar ik denk dat iemand wel wat beter gaat doen dan dit. Denk ik ook. Het rotatie. Handje goed. Oei. Oeh, dit is wel vreemd, zie je? Ja, ja. Huh, waar is die? Hier. Oh, hoor joh. Ik heb nou 2. Oh, je kan hem daar ook links naast die steen doen. Oeh. Kan je nu in 1 keer? Oh. Oh, waar is die? Hij ligt hier. Jij tovert die bal elke keer weg. Dit was fijn. Oh. Bro, hoi, joh. Holy shit. Nice. Een hele enge techniek. Dit was echt heel ziek. Let's go. Wij gaan, hè? Let's go. Hoi. Oh, dit is nog 2. Oh. Oh. Oké. Okay. Ja. Hey. Heel lekker. Je beeld me wel. Jan, kom op. Kom bij de 5 gang. Ja, ook de 5. Kom bij de 5 gang, please Jan. 5 gang, 5 gang. 5 gang. 5! Yay! Yeah. Let's go. Wie is aan de beurt? Volgens mij. Zal ik? Dante. Oeh, ik zie hem liggen. Shit. Deze twee dan op de bol. Je moet mijn techniek doen. Wow. Noël, dit wordt jouw derde, hè? Ja. Meten. Meten zweten. Tik-tikje. Yeah. Wee, sorry. Ja. Dat is lullig. Nou, de 4-gang. 4-gang, dat is prima. Lekker hoor. Lekker wel. Hij staat aan kop. De mui nog, hè. Heel goed, heel goed. Maar die mag je toch altijd zo van de kant leggen, of niet? Ja hoor. Onder de steen. Onder de steen. Yo, yes. Hetzelfde als Noël, alleen hij ging er wel in. Yes! Let's go! Kan ik hier meteen grillen? Ja, absoluut. Oh, ik dacht via die steen, maar ja. Of eroverheen, of oeh, ja, dit is een vervelende. Ik denk niet dat je hem eroverheen nee, dat zou ik niet. Ik denk dat hij hem dan terugslaat. Oké, okay, dit wordt 4? Dit wordt 4, ja. Netjes, heel clean. Oké, daar gaat die dames en heren, nummer 2. Het record staat op 3 van Janneke. Ben benieuwd. Oei. Dat je nou vastzet. Hij zit erin. Ik met de schot erin vol. Ja, dat deed ik ook. Kijk, hoppa. 1, 2, 3. Die tik er doorheen telt als 4 dan, hè? Als een slag. Kan je er niks aan doen dat je daarin doet. Hoe werd dat bouwt? Oké, okay, daar gaat hij. Bij nummer 3. Oké, okay, die is buiten het veld gegaan. Ja, ik hoop dat we nog op een baan komen waar een hole in. Wojo, in één keer komt alles naar buiten. Wojo, check hoe vet. Al die vogels komen in één keer naar buiten. Jippa. Nou, daar gaat hij. Wojo. Hoppa, 5 keer. Wauw. Zo mooi. Niet normaal. Minigolf met uitzicht. Hé, dit is 4. Minigolf met uitzicht. Oh mijn god. Het zou serieus echt sick zijn als Noël daar overheen kan. Oh bro, hij ligt eronder. Ik denk dat je helemaal opnieuw moet dan.
Oh, lekker hoor. Kom op bro, focus. Nu als 6 bro. Oh. Oh, oké. Okay. Hij ligt er super mooi voor. Dit is echt geluk bij een ongeluk. Wow, yo. Oh my god. Jij staat er zo goed voor, dat is niet normaal. Ja, het gaat goed hè. Oh mijn god. Dat denk ik, want daar kijk je ook naar als je mist een golf doet. Ja, daarna wel. Kijk de energie. Oh, dat is niet verkeerd Thijs, maar is ook niet goed. Oh bro, het is niet gegund. Oh bro. Dat is 5 toch? Ja, 5. Oh, lekker hoor bro. Hij komt beter man. Zuur als hij dan verkeerd gaat liggen. Ja, dat is een baal hè. Janneke doet dan weer verkeerd raken en dan komt hij wel goed. Ja, dat is echt typisch. Zijn ze aan het zoenen of wat gebeurt hier? De dames zijn... Wow, heel lang zoenen. Wat zijn jullie aan het doen? Zijn jullie aan het zoenen of wat? Maar ik denk dat ik slecht speel en daardoor zo goed ben. Ja, hoe vat je dat? Dat is wel een mooi compliment eigenlijk. Nee, maar wow. Ik zie van net was zo slecht, want alles ging mis, maar daardoor ging alles goed. Ja. Maar dan gaat toch alles goed? Janneke's leven be like. Dat heb ik niet gezegd. Myron. Goed. Dankjewel Myron voor het melden. Dit wordt de derde schat, dat is niet verkeerd. Heel netjes. Raak jij hem goed even? Ik zal even laten zien dat ik de enige ben die hem in één keer over de reling doet. Bij nummertje 4, mijn lievelingsgetal. Oei, hij ligt er wel mooi voor. Ja hoor. Twee keer. Oh, oh. Bijna. Oh. En dan sprong ik deze laat vallen. Weet je wat ik nu ga doen? Ik kijk naar het uitzicht en ik doe hem zo erin. Dat is mooi hè? Uitzicht helpt toch mee. Goed. Zullen we verder gaan? Goed, we gaan verder met de volgende bro. Zal ik dan deze beginnen? Ja, dat is goed. Oké, nummer 5. Nu moet Janneke beginnen. Nee, ik begin al. Nee, want Janneke moet beginnen. Fuck Janneke, man. Weg met die bal. Je hebt alleen rood. Laat maar zien hoe slecht en goed je bent. Zo ja. Oh my god, oh my god. Oh my god, Janneke. Holy shit, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Zie je? Ja, dat is niet zo goed, maar... En anders het... heb je 2 gehad, hè? Als ja, ik eerst gewoon. Ik moet echt... Oh my god. Dat was zo ziek. Oh, nu ben ik, hè? Ik heb gezien hoe het moet nu. Klaar voor? Dat was de bedoeling. Is prima. Dat is eentje. Dat is 2. 4. Ja. Oh my god. Ging er bijna doorheen, hè? Het werkte geen eens. Je had hem op dat hout, maar ging er weer naast. Ik dacht een beetje hard, dan rolt hij misschien terug. Ja, je kan als eerste een 3 krijgen hier. Netjes hoor. Een 3. Terug! Wie is de volgende? Oh. Voor de 3, let's go. Let's go. Let's go! Hij heeft gewoon 3. Nu Thijs nog. Ik wou me langs, maar let op, dit gaat niemand verwachten, man. Klaar voor een 3'tje? Ja, als je deze raakt, dan ben je wel echt goed. Doe goed. Heel goed. Oh. Wauw, geniet echt van het uitzicht anders. Ja. Nee, niet tevreden mee. Had minimaal een 3'tje moeten zijn. Je hebt 4 nu toch? Ja. Waar is de hol? Nee, net dat. Ja, overheen. Wee, yo, dat is wel vet. Ik zat echt te zoeken hier zo. Oké, mag ik als eerst? Ja, tuurlijk. Oké, vanaf hier, daarheen en dan eroverheen. Want als je hem hier overheen slaat, dan ga je zo. En dan uiteindelijk kom je hier bij de hol terecht. Oké, zijn jullie klaar voor? Ja. Ja, mooi. Hoppakee. Kijk, dat is 3. En dan deze. Hoppa! 4 of 5? 1, 2, 3, 4, 5. Netjes. 5 keer. Zal ik hem pakken voor je? Ja, alsjeblieft. Je moet steeds spelen. Ja, dat deed ik al. Daarom deed ik ook als eerste voor. Ja, lekker maatje. Hier de ram. En nu kan je net zo goed 7 opschrijven.
op. Ik kwam serieus misslaan. Hey, maar dat is dan mooi dat ik die camera op mijn hoofd heb, hè? Ik keek ook meteen naar je voorhoofd. Lampie staat aan. Lekker bro, laat me niet hangen. Zo mooi. Sorry, man. Kom op, schatje. Lekker hoor. Oh, wauw. Dit is pas je tweede keer. Ja. Nou, dit moet goed komen. Maar via waar ga ik hem niet? Via dit, deze zo, tak tak. Ja? Ja. Oh, dat is lelijk. Nee, is prima. Nu via daar, tak tak. Dus 4. Nu mijn techniek. En nu ook 5. Kijk, 5. Ja. Lekker. Nice. Oh my god. Oh my god. Dit is waar ik wilde. Wow. Als je deze hebt, dan heb je 3. Dan heb je echt ziek voor deze dan hoor, maat. Nou, holy shit, man. Let's go bro. Let's go. Hele goeie. Hoi joh, kijk deze spin. Hoi joh. Oké, Jan. Oh, lekker hoor. Het ziet er zo mooi uit. Het is zo mooi als Jan en oh mijn god, dit wordt 6. Is dit 7? Ja. Wauw, deze is moeilijk. Thijs, je gaat beginnen. Deze is wel heel moeilijk hoor. Oh, ik kan zo boot. 1, 2. Oh, let's go bro. Vallen, vallen, vallen. Oh my god, dit is buiten de baan. Nee, dit is op de baan. Nee, dit is buiten de baan. Wie zegt dat die in is? Hand omhoog. Moet ik dan weer hier doen? Ja. Toch zeker. Oh, lekker. Terugdraaien, terugdraaien, steek. Oh, nou toch vind ik het echt wel knap hoor voor deze. Dat is 1. Dat is 2. Oké, komt ie. Oh my god. Yo! Holy shit! 4 keer! Holy shit! Let's go! Deze is echt clean. Oh, hoe dan? Heel ziek deze. Die laatste twee. Oh, die laatste was crazy. Ja, ik weet het ook niet. Moet ik wel even inhalen. Oh, deze is mooi hoor. Deze is goed. Maar niet recht ervoor. Dat dacht ik al. Dan gaat hij net iets voorbij. Oh. Ja, lekker hoor. Kom maar, doe de handstechniek hier. Het kan nog. Ja, dit kan nog hoor. Je hebt nu 4. Maar dit lukt niet. Kom op. 6. Nog een keer. Oké, okay, je hebt 7. Noël. Maakt niet uit. Als die eerste van mij 2 keer ging, was echt perfect geweest. Dat is misschien wel best mogelijk. Oh my god. Ik zei net als die eerste van mij 2 keer was, wat doet hij? 2 keer. Ja, gaat hij deze nou zoals jou doen? Ik had hem nooit die knolpauwjas moeten geven. Ja, ik heb ineens zelfvertrouwen gekregen daardoor. Oh joh. Oeh, beter. Lekker hoor. Goed. Oh! Oh! 6. En nu 6. Hey, let's go. Oké, Janneke, laat zien hoe goed je bent. Oh my god. Jij kan wel echt goed mikken, hè? Ja. Wauw, Janneke. Jantje. Dat is echt niet normaal. Oh. Ja? Ja, als je deze hebt, is het 6, geloof ik. Lekker hoor, netjes. Dan gaan we naar hole nummer 8. De eerste keer dat het serieus oprecht een hoge potentie heeft voor een hole in one. Janneke, let's go. Oh my god. Hij gaat weer terug? Nee. Nou, een 2 keer is niet slecht voor de punten. Nee, zeker niet. Boom. 2 keer. Wie gaat die hole in one doen? Maar, ik wil het. Maar als Janneke zon, dan is dat altijd. Oh my god, dat was zo dichtbij. Er wordt ook een tweetje. Zeg niet te hard, hè? Ik heb dat vaker mis. Zei je dat nou expres omdat ik geen stem meer heb? Of? Oh nee, dat bedoelde ik. Maar heeft die thee geholpen of niet? Nou, het was wel lekker voor de keel. Het was lekker voor de keel, maar het heeft niet geholpen. Maar als ik zachtjes, als ik zachtjes praat, dan kan ik wel normaal praten. Maar als ik harder ga praten, dan. Ja. Oké, Noël, komt ie. Goed, dat is ook knap. Ga jij doen, Thijs? Ik ga het doen. Thijs? Ja? Ook niet. Ja,
blijft in de hoek liggen. Jij moet hier, Dit is de makkelijkste. De laatste kans. Heeft iemand hem wel via rechts geknald? Nee. Wat moet hij doen dan? Oh, ai ai ai, wel twee keer. Prima. Oh, dit kan ook hole in one. Wow, yo. Oh, kom op Thijs, ik kan hem worden. Dat was weer zo dichtbij, bro. Ik raakte hem ook helemaal niet goed. Maar geniet even van het uitzicht. Zo, ik zeg wel heel mooi. Weer twee, komt ie. Hetzelfde bij mij. Bro, dan wil je te gehaast. Dat moet je niet doen. Bro, nu f*** je het helemaal, man. Lekker, maat. Zet hem op, Janneke. Ja? Oh my god. Bijna, hè? Ja, Janneke. Ik word van, ik wil gewoon hole in one. Snap ik. Maar dan gaan we nu gewoon voor twee. Hole in two. Hoppa. Oké, daar gaat hij. Hole in one, even kijken. Zo. Deze opzij, die opzij. Nee, ook niet. Niemand een hole-in-one. Noël kan nog. Oké, Noël, kom op, hole-in-one. De droom kan ook werkelijkheid worden. Trucbut. Nee. Oké, dan gaan we baan nummer 10. Zal ik hier meteen beginnen? Ja, doe maar. Dan gaat die, dames en heren, nummer 10. Even kijken, via daar zo erin. Oké. Dat is 1. Dat is 2. Komt-ie. Dat is 3. En dat is 5. Zo ja. Mooi joh. Heel goeie. Kijk eens even, 3 punten. Drietje. Je kan een hole in one denk ik hoor, via die steen. Klopt, shotje. Wel weer mooi door die steen. Langs. Netjes. 3 keer. Kom op Thijsie. 4 kan het. Daar ben ik tevreden. Mijn 5 zou ik inhalen. Lekker hoor, maatje. Prima. Lekker. Ik kan even een hole in one zien, man. Ja, dat is altijd mooi, hè? Hoort erbij. Bij Midget Golf hoort een hole in one. Oh. Van net de wind. Niet normaal, zo dichtbij. Oké, deze is wel heel leuk. Dit vind ik dus heel mooi. Oké, zal ik deze beginnen? Nee, ik kan via twee kanten. Je kan via twee kanten, inderdaad. Je kan via deze. Maar ik ga deze proberen. Zal ik beginnen? Want jij bent al 3 keer begonnen. Jij bent wel de master in beginnen. Ja, ik ben fanatiekeling. Ja. Nou, laat zien hoe het moet. Welke zou ik nemen? Ja, daar gaat het al mis, hè? Die keuze had je al lang moeten maken. Ik denk dat ik hem echt wat dichterbij speel en dan er doorheen speel. Oké. Wauw, dat doe je wel. Wauw, Myron. Oh my god, hij ging er bijna in. Hé, maar dan weten we wel wat deze doet nu, hè? Want ik wilde hem eigenlijk al in deze doen, maar ja, ik weet niet of dat nu handig is. En 3 keer is echt netjes, hoor. Wauw, dat is echt netjes. Oké, dan ga ik wel als laatste. Nou, dan pak ik hem lekker over. Julio, ging je er doorheen? Ja, hij zit erin. Ja, die pak toch in hole in one, dus ik ga ook even tussen die safe. Ervoor. Wow, die ligt er heel naar voor. Gedaan omheen. Zwijg me vast op, zeuren. Ja, dat is wel echt naar. Ja, deze is wel moeilijk. Kom op, de winnaar. Wow, bro. Dat was wel heel zacht. Wauw, dat is wel heel safe. Zekerheid. Wow, yo. Die gaat erin. Hey, wel netjes hoor, 3 keer ook denk ik. Janneke, de volgende kandidatos. Als jij hem in 1 keer doet, respect. Zal ik? In 1 keer? Ja. Maar zal ik hem in 1 keer zo of zal ik eerst daarvoor nemen? Ik zal hem in 1 keer zo, want dat heeft nog niemand gedaan. Dat ga ik ook proberen. Ga je naar huis met een knolpower pakket. Laten we zien, Jan. Ja, dat is wel echt zo, ja. Oh my god. Oh, in 1 keer. Dat is een knolpauwpakket. Ja, dat is een knolpauwpakket. Ja. Wow, als je deze in 2 keer hebt, wauw. Rustig, Jan, kom op. Dat is niet echt rustig, maar wel knap. Daar gaat hij. Oh my god. Kom op. In 1 keer ook. Holy moly. Kom op, nu moet hij erin gaan. 2 keer. Let's go. Net om hiermee te eindigen. Dat is wel lekker hoor. Ja, het was niet mijn dag, dus ik denk dat we de laatste geen afdrijven.
Wat zeg je nou? Ik denk dat ik laatste ben. Oké. Okay. Dat was eigenlijk mijn conclusie. Ik denk Noël 1, ik 2. Nee, ik denk Noël 1, Janneke 2, ik 3. Mayim 4, Thijs 5. Ik heb soms wel hoog geslagen. Hè? Dat tip. Nee, let op. Oké. Okay, ik had haar gewoon gezegd. Nummer 5 is geworden. Wauw, ja, nice. Met 61. Oké. Okay. De nummer 1, 2, 3 en 4 zitten binnen 3 puntjes. Wow. Meen je niet? Ja. Oh my god. Wat? Nummer 3 is geworden. We zijn net nummer 4. Enzo en Janneke. Wow. Heel cool. Prima hoor. Dus jij bent vierde eigenlijk. Want oh, zij hebben een gedeelde derde plek. Wat? Hoe dan? Dat is echt ziek. Ja. Nummer 2 met 45. En het nummer 1 had 43. Wauw. Ja, dan wil ik je toch feliciteren, man. Gefeliciteerd! Doei! Gefeliciteerd. Maar jij hebt het zo goed gedaan, schat. Ja, ik had maar 1 keer 7. Ja, ik ben echt trots op je. Mooi, dat is ja. Net. Ja, ik zei ook nog, Mayim kan echt wel hoog eindigen, hoor. Ja, dat zei je ook. Gut, ik had Mayim een beetje onderschat. Hier zijn we weer bij het voetbalveldje. Deze keer heb ik een camera op mijn hoofd, net als bij het Mitch Golf zo net. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan gaan we weer verder spelen. Thijs die had 6 punten. Ik had 7 punten en 0 al 10. Voor de mensen die zich afvragen van de score was toch anders. We hebben met de livestream hebben we dat andere potje die we in de vlog deden hebben afgemaakt. Dus vandaar dat jullie dat niet kregen te zien. Maar hopelijk gaat er nu iemand af waardoor we kontje knal kunnen doen. Yes, ook hebben we de grote bal niet bij ons. Maar. Wie het dichtst bij de crossbar komt, die hoeft niet op goal. En degene die het verst weg is, moet op goal. Wil niet slecht is, moet in goal. Juist. Zal ik eens eerst gaan? Ja. Komt ie. Ik leg de lat hoog. Heel leuk. Ja. Cool. Huh? Oké, okay, onderaan de basket was dat. Toen maar Thijs. Wow, ook onderaan de basket. Moet je weer eigenlijk nog een ronde. Ja, kijk. Ja, die is gekregen. Oké, okay, gedisqualificeerd. Ah, oh, shit. Ja, Noël, doe. Moet echt helpen, man. No joke. Met je handschoen. Pas. Zeker. Daar gaan we weer! Hoi, yo. Ik heb er zin in. Ja, ik heb er echt zin in. Ja, ik ook. Laag nou. Oh! Die is een kreden man, Jack. Bam! Jo. Spel. Cristiano Ronaldo. Yes. Ik heb wel het idee dat het steeds moeilijker wordt om te scoren. Ja. Dat wij steeds beter worden in keeper. Ik steeds serieuzer. Ja. 6. Negen. Wauw. Lekker. Vijf. Oh, wat een redding. Goeie, goeie. Oh, lekker. Vier. Zo doe je dat. Oh. Punt erbij. Wauw. Oh! 8. Oh! Holy shit, dat was zo'n zieke bal. Gaat ie? Ja, man. Tweede keer mijn ogen. Oh, joh, dat was in de kruising. Hoe kwam je op mijn voorhoofd? Ik heb een pet. Ja, ja, ik weet. Oké, okay, ik heb punten bij. Ik heb 7 nu weer. Jezus. Hop, ik moet dat niet eens doen. Ah, heel slecht. Dat is wel mooi geweest. Oh. Hebben we nu nog 2? En jij hebt 8. Oh, lekker. Ik wou er geen voorspringen, maar ik denk. Hoeveel heb je nu? Wauw, 1. Dit kan de laatste zijn. Kun je schiet dan? Tik! Oh! Zo blij dat ik dit heb. Oh, gaat ie? Oh ja. Je schoot wel. Hoeveel heb je? 7. Zullen we even afmaken? 6. Ja, mis. Mis ik? Hens. Ja,
Ik heb 6. Schiet! Jij gaat overschieten. Oei. Kom maar, balletje. Hoeveel heeft Noël nog? 6. Volgens mij 5, man. Oh. Ik heb buiten 6 keer. Hij heeft mond, jongen. Kom maar, meisje. Hij heeft nog 1 thuis, dames en heren. Hoeveel heb je? 5. Oh. Hij heeft 4. Oh. Hij heeft 3. Wow, dit is al lijnwerk. Fuck je, man. Nee, meisje. Oh. 5. Ja, meteen. Meteen. Boom dan. Boom. Nee. Ik heb nog nooit iemand zo lang zien overleven met 1 punt. Oké. Gaat ie. En een punt erbij. Jij hebt er nog 2. Hoi, yo. Klets, klets, klets. Oh, hij heeft weer 3. Nou, Noël maakt hem af nu. Ja, schiet mij maar af. Ik ben er klaar mee. Nee. Oh, 2 punten erbij. Hoi, yo. Dit is ook vol op die basket. Hoi, yo. Wordt wel heel gevaarlijk nu. Ja, je houdt alles nu. Ja, hij. Die was lekker. Oh. Yes! Dat is hem. Toch die reactie. Als je snel doorgaat. Ja. Wordt het moeilijker. Thijs is klaar, hij is af. Ja. Doe nu kontje knal met de kleine bal. Ja. Gaat ie. Op zijn kuit, we komen goed mee weg. Ja? Ja. Oh. Hij was er goed op. Dit is dat ik dikke sanka heb. Holy shit. We zijn klaar. We hebben nog een andere activiteit gepland staan vandaag. Dus voetbal is voor nu klaar. Dames en heren, we zijn terug in het huisje. En ik heb mijn tas al eventjes ingepakt. Maar de rest moet natuurlijk ook zijn tas inpakken. Of kunnen inpakken. Want ze hebben nog geen idee wat er gaat gebeuren. Nou, ga ik jullie dat eventjes vertellen. Even, jij weet het al wel, hè? Ja, Janneke weet het al wel. Ja. En Marjan weet het. En ze heeft het stilgehouden voor Thijs. Dat ja, dat is goed. Maar ik wil Janneke even een vraag stellen. Janneke, vind ik het echt daadwerkelijk leuk? Jij vindt het echt fantastisch. Ja, ik zei dat toch al tegen jou. Ja, jij vindt het sowieso leuk, maatje. Maar Noël ook hoor, 100%. Wij vinden het allemaal leuk. We gaan namelijk paardenskiën. Nee, grapje, we gaan wakeboarden. Nee, Noël. Nee. Wel? Ja, we gaan wakeboarden. Wel? Wij zijn nog, dat kan niet. Ah, ik wist het vanaf het begin, man. Ja, weet je wat het was? Marvin, dat staat verder niet op film, maar Marvin die had gisteren eigenlijk al een beetje te veel informatie weggegeven. Want Marvin die zei, ja, het is iets wat Janneke en Thijs samen al hebben gedaan en ze vinden het echt heel leuk. Maar ja. Nee, ik zei eerst, Thijs, morgen wordt jouw dag. Morgen wordt echt leuk. Ja, Thijs had het, had het over dat hij wakeboarden echt super, super, super leuk vond. Dus we gaan wakeboarden, dus we gaan zien hoe goed Thijs en derde inderdaad is. Leuk en goed in zijn 2 verschillende dingen. Oh, wow. En weet je wat het wel is? Deze keer is het niet achter een boot, maar met zo'n kabel. Ja. Dus je gaat achter, je hebt zo'n heel parcours van een kabel en dan kan je er vasthouden en dan zo'n parcours afleggen, zeg maar. En dan heb je ook gewoon de keuze van neem je een jump of niet, weet je wel. Dus dat is wel vet. Dus ja, klaar? Ik heb nog nooit gedaan. Oké, dan ga ik nog even verder mijn tas inpakken. Even wat dobber dingetjes voor de camera's en dan gaan we er vandoor. Wauw, we zijn aangekomen op de locatie en dit is zo ongelooflijk mooi. Check nou. What? Dit is echt heel erg vet. Wat een uitzicht. Kijk die brug ook daar. Ziet er zo onwerkelijk uit, maar zo super gaaf. Dus als het goed is, dan begin je hier. En dan word je zo vastgetrokken aan zo'n kabel. En dan gaat die kabel helemaal daar naar achter. En dan maak je zo'n rondje weer helemaal zo. Alleen, nu is mijn vraag wel, dat via waar moet je terug? Want als het goed is, als je ergens valt, dan moet je naar de zijkant zwemmen en dan moet je lopen. We krijgen sowieso allemaal een wetsuit aan, want het is niet echt de warmste periode. Ik moet ook zeggen dat ik het heel erg tof vind dat deze man van het wakeboarden hier is. Want normaal gesproken waren ze al dicht, maar ze zijn speciaal voor ons vandaag open gegaan. Dus dat is echt super sick. Dus daarom echt een shout-out naar deze plek, want dit is echt heel erg mooi en het is vet en ja, we gaan dit gewoon doen. We gaan gewoon knallen. En hij gaf net de keuze, hè. Want ik maakte wel een grapje van waterskiën, maar hij gaf net de keuze van, hey, als je kan waterskiën, kan ook, hè.
Nee, niet? Ja, voor wakeboarden. Ja, voor het wakeboarden allemaal. Waterskiën. Waterskiën, ja? Ja, ik kan waterskiën, maar wakeboarden heb ik nog maar één keer achter een kabel gedaan. Maar waterskiën is wel makkelijk. Ja, je kan ook doen van als de wakeboard niet gaat, ga je waterskiën, toch? Ja, ik ga eerst proberen de wakeboarden, anders waterskiën. Ja, ik denk wij allemaal gewoon. Wie heeft wel eens achter zo'n kabel? Ja, jij hebt sowieso nog nooit gewakeboard. Nee. Hebben jullie wel eens achter zo'n kabel? Ja, alleen een boot. Ja. En achter een boot één keer allebei. Ja, dat wordt wel een dingetje, denk ik. Dat wordt een dingetje. Dan moet ik straks maar als eerst, denk ik. Als ik dat zo hoor. Jij kan het sowieso echt super goed, want jij ging de vorige keer ook oefenen dat je zo kon draaien. Oh ja, ja, dat is waar. Ja. Maar goed, we willen liefst niet naar huis met een hersenschudding. Jullie zijn een beetje hyped, of niet? Ja, weet je wat het is? Ik was heel zelfverzekerd. Nou zie ik al mijn kabels en zo, mijn gekke woorden die ik nou hoor, dan begin ik al te twijfelen. Maar ik ben zelfverzekerd. Nee, maar ik heb er een goed gevoel over. Ja. Dat is mooi. Ik hoop gewoon dat ik het nog kan. Ja, dat hoop ik ook. Dat ik het nog kan. Zo fijn, Bucks. Waar je er niet bij betrokken wordt, maar toch wel wil. Als je wel erbij doet. Zo goed. Ineens verandert die stem weer. Ja, ik weet niet wat het is met mijn stem. Soms schiet het van de ene naar de andere kant. Maar dit park staat vooral bekend om gewoon heel veel obstakels, zoals je kan zien. En het bestaat bekend om het mooie uitzicht van de brug die ik net liet zien. En het heet dus het Wake a Park Trio Lago. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar damn. Dit wordt echt heel sick. De meiden zijn ze gewoon aan het omkleden. En dat is precies wat ik nu ook ga doen. Ik heb mijn wetsuit hier. En je mag dus zelf beslissen of je er een zwembroek onder doet of niet. Maar dat knolpauwe zwembroekje. Dat is toch wel fijn, hè? Dat knolpauwe zwembroek. Dus die doe ik er wel even onder. Oké, ze komen er elk moment aan. En ik ga Noël laten schrikken, want Thijs schrikt niet zo erg, denk ik. Oh, ze gaan eerst naar de wc. Ah, oh, nee. Boy, yo, check wat voor vette foto dit is. Oh my god. Gruwelijk. En ze hebben hier gewoon een verwarming. Weet je hoe nice? Hey, ik heb het nu serieus al echt heel koud. En misschien is het een hele stomme beslissing om nu dit te gaan doen. Omdat ik het gewoon nu echt al heel erg koud heb. En gewoon nog steeds last van mijn keel en stem en zo. Maar kom op, man. 2 dagen geleden is dit park dicht gegaan. En morgen gaat hij met vakantie, de eigenaar. En hij is speciaal voor ons hier even naartoe gereden om nog even de laatste keer te wakeboarden. Bing! Wow, yo, dat was zo sick! In één keer ging het licht aan. Wow, nu zie je het nog beter. Gruwelijk. Ik wist niet dat dat zo'n lichtbord was. Ik dacht gewoon oprecht een foto. Maar goed, we gaan even wachten op de boys. En dan gaan we die even goed laten schrikken. Oké, Noël komt eraan. Noël komt eraan. Hij moet even hierheen komen. Hij gaat zijn dame kleden in de dameskleedkamer. Wat is dit nou? Ja, ik snap het ook niet. Thijs ging ook al daar omkleden. Hey boys, hey, wat is dit nou? Wat zijn jullie daar aan het doen? Huh? We hebben een mannenkleedkamer en een vrouwenkleedkamer. Ja, weet je wat het was? Ik wil even in de spiegel kijken. En voor het weet stond Noël met de pijp. Hij had al een keer laat. Oké, is mijn hele plan mislukt, dames en heren. Nou, ik ga wel weer naar de mannenkleedkamer in mijn eentje. Zo! Ga maar eens even laten zien hoe je moet wakeboarden. Nee, dat ga je Janneke laten zien. Ja, dat ga ik wel even laten zien. Op tijd. Hij heeft een mooi rood pakje. Ik ben knolpauw rood, dacht ik. Zij hebben allemaal emmertjes. Ah, daar ligt het aan. Oh ja, tuurlijk. Hé, ik pak alleen een L als het om kleding gaat. Vet. Zo. Jeetje. Oh, ik kom pijn in mijn hand. Ja, harde billen. Probeer eens bij mij. Oh. Ah, ik ook. Ja, dat doet fijn, hè? Oei, oei. Je hebt wel een mooie achtergrond zo, hoor. Mooi, hè? Zit ja. Goed? Doe eens een handstand. Die lach van Thijs. Handstand. Ja, dit is op. Ik had niet genoeg power. Hey, eventjes. Wow, ik zie allemaal sterretjes. Serieus. Wow, ik zie zoveel sterretjes. Omdat je even snel op de kop ging. Ja, dat was echt ziek. Wow. Hoe kan dat? Dat je zo'n sterretjes ziet. Ja, weet ik ook niet. Ik heb dat 's ochtends heel vaak. Als ik dan moet plassen, ga ik te snel uit bed. En dan helemaal zo zwart een beetje. Wow, ze zijn nu weer weg. Maar wow, ik heb nog nooit zoveel sterretjes gezien. Wow, dat is gek. Zie. Hé, hey, maar even opletten. Want je hoeft alleen een helm op, krijg ik net te horen, als je de obstakels doet. Dus wie wil een helm? Goed, dan ben ik de enige die een helm. Ja, jij gaat obstakels doen. Ja, ik ga sowieso die jump. Ik ga geen obstakels doen. Als het goed gaat, wil ik het wel doen. Ja, ik wil sowieso die jump proberen, maar eerst ga ik dat obstakel doen. Dat je zo... Die wave. Ja, dat is nice. Maar jij kan dat ook, hè? Dat lijkt me echt mooi, die wow, wave. Heb je de drone ook bij je? Ja, mijn kabel is 60, gevaarlijk. Nee, dat valt wel mee. Nee, valt mee. Oké. Hey, buddy. Body warmer. Ben jij een jas van de mouwen? Want je maakt mijn body warmer. Wat was je naam again? Jerry. Jerry. Jerry can. Sorry, bad joke. Sorry.
Je had ook kunnen vragen, waar is Tom? Looks very good. Ziet echt nice uit, hè? Ja, het is een mooi bord. Wow, yeah. Nice collection. Try it. Nice. Too tight? Too tight. Here, I think. In the back. Have a big, big brain. A lot of brain. A lot of brain. Yeah. Yeah, well, I think I'm in between. It's L and XL. Ah, okay. I think you have to do the L. Do the L. Yeah. This is too loose. Okay. Yes. We do a warm up. Yes. Warming up. A little small one. So we start with the shoulder. Just turn a little bit. Just whole way. 10 seconds. There's a lot of more room here too. So. That's zwaar. Yeah. Yeah. So now, both hands in here. Hey. Just one in the front and one in the back, like this. Whoa. What? I've never seen this in my life before. What? I got it. Yeah, you got it. Yeah, you too. Fingers on your toes. Down. Hands up. And up. Zo, naar beneden en omhoog. Het gaat straks zitten om je chest, hè? Try to leave your heel on the bottom. Dit is wel goed eigenlijk, want in alle keren dat ik heb geweekt word, heb ik dit nog nooit gedaan. Nee. Het is belangrijk hoor. Gewoon omdat het nu zo koud is, zo. So, how you feel? Goed. Ik ben gewoon helemaal mijn bord vergeten. Van de koning niet als eerste. Volgens mij was jij het, man. Oké, ik pak even mijn wakeboard erbij. Ik moet zeggen, ik heb wel echt een heel erg sick board. Het is zo dat ik heb altijd de beste smoes. En dat is dat, ja, ik moet het filmen. Ik moet filmen hoe iedereen weggaat. Dus ik ga nu gewoon filmen. En ik ga dan gewoon kijken of ze in één keer weggaan of niet. Spannend, zeg. Het is wel spannend. Maar het voordeel is dat als je niet in één keer weggaat en je valt meteen op het begin, kan je gewoon meteen weer terugzwemmen. Ja, dat is chill. Je kan beter hier vallen dan dat je daar valt. Ja. Zal ik als eerst gaan? Ja, dat is goed. De initiatief doet mij goed. Ja. Oké. Okay. Jullie wouden niet als eerste, toch? Dus dan... Thank you, Myron. Do I have to go through the orange... No, it goes up there. Oh, we go over there. Yeah. Ja, we gaan die kant op, zo. Ik dacht dat de zon gingen... No. That's okay. You just have to stand on the board. Just do it right in the front, yeah. Just get the board into the water. Vind je het spannend, schat? Ja, ik ben helemaal in de war door die route nu. Wow, blijkbaar. Wie dacht allemaal dat we linksom gingen? Ik dacht wel. Ja, ik ook. Ik kan er niet echt naar. Wow. Ja, Myron en Noël, die dachten dus dat ze rechtsom gingen. Maar het is linksom. Dus Myron is daar een beetje door van in de war. Oké, kom op schatje. Dit gaat goed komen. Hoppa! Zo smooth. Zo smooth, hè. Niet normaal. Wayo. Wayo. Ja, oh, zoveel druk al. Oh, ze gaat het pakken. Oh, so nice. Thijs gaat als tweede, wat een baas. When I was behind the boat. Meteen vragen. Wat denk jij? Gaat Thijs nu in één keer weg? She did the first corner. Nee? Oké, Thijs. Janke zei dat je in één keer weggaat. Kom op, maatje. Myron die doet gewoon meteen een heel rondje. Ze komt daar alweer aan. Dat is zo knap. Oh mijn god. Myron heeft gewoon een heel rondje gedaan. Myron is geen één keer gevallen. Wow, best wel hard, hè? Oei, yo! Holy shit! Oké, okay, gaat nu. Succes, come on! Oké, kom op, bro. Stand up. Let's go! Oei! Hey, ik zei het wel. Je zei het wel. Goed, dan blijft het toch een Benny. Hey, je had hem al op het begin. Ja, ik kan niet zo hard schreeuwen, man, sorry. Ja, ik dacht ook dat jij hem had, bro. That was your shoulder. You just stay like this, that was right, but you lean back a little bit. Yeah. Don't lean back. Wil je meteen nog een keer? Ja. Kom op, dat is de spirit, baby. Come on. Hier, ondertussen komt Myron. Nog een keer. Heel smooth, Myron. Let's go. Let's go! Hoe was dat? Het was zo leuk. Hoe kan het dat het nu in één keer goed ging? Ja, zo ziek. Je ging in één keer weg en je hebt twee rondjes gedaan. Ja, ik dacht ik stop nu ook, want ik voelde meteen alweer mijn armen helemaal verzuren en zo. Zo nice. Zo leuk. Oké, nu gaat Thijs. Come on, baby. Kom op, bro. Oh, just let it go. Ik ging vaak zelfs de omhoog. Je had hem losgemaakt. Ja, deze voor jou. Oké, deze voor jou. Deze voor jou. Tijd voor mij, jongen! Bijna!
Bijna! Oké, nu is het tijd voor Noël. Ja, het is time for me. Ja, dat denk ik wel, man. Let's go! Ik weet niet wat er gebeurt. Ik ben geen expert, laat dat duidelijk zijn. Op het begin ziet het er zo nice uit wat Thijs doet. Maar daarna in één keer valt hij om in het water. Ik heb geen idee. Maar gelukkig weet Jerry dat wel. Hij is eigenaar van dit park. Maar hij is ook wakeboarder zelf. En hij geeft les, dus die heeft wel genoeg ervaring. Dus met Thijs gaat het sowieso goed komen, dat weet ik zeker. Komt goed, Thijs, ja? Zo, dan komt die ware Benny toch naar boven. Better? Just for a second. De allereerste keer voor Noël. Wait. Hij drukt gelijk op de knop, is hij al groen. His heartbeat is going. Yeah. Okay. I show you something. Oh. Okay. That's all. Dat is het enige wat kan gebeuren, bro. Komt goed. Ik kan dit. In één keer, bro. Let's go. Met één hand. Let's go, baby. Ja, dat is het. Hij heeft hem, hoor. Kom op, Thijs. Ga jij nu meteen weer? Nee. Oké. Niet zenuwachtig. Ja. Ik denk het wel. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, dat snap ik. Je hoort Noël helemaal nu zo. Woe! Eigenlijk moet ik dat niet doen, hè. Dat is zo dom voor mijn keel als ik zo ga schreeuwen en zo. Het is zo irritant. Nu weet ik pas hoe belangrijk schreeuwen voor mij is. Omdat als iemand gewoon goed gaat, dan... Yeah! Wow! Maar dat kan nu niet. Heb je tips gekregen? Ja, nee, ik zat te denken, die fout die ik maakte is dat ik niet goed vooruit ging. En ik heb het één keer eerder gedaan. Dus mijn geleerde echt naartoe moet kijken waar je naartoe wil. En dat deed ik volgens mij niet. Dus ga ik daar even letten. Oké. Wat ik zag is dat je heel lang diep bleef zitten. Je moet op een gegeven moment wel echt gaan staan. Ja, klopt. Maar dat is dus wat je geleerd hebt bij de anderen. Daar zit ik nog zo in, want dan zit je zo in het water. Ja. Zo. En dan word je zo opgetrokken. Klopt. Dus daar zit ik nog te veel in mijn hoofd, denk ik. Oké, daar komt Noël. Die heeft dan één heel rondje. Oh, hij valt. Hij valt. Oh, bijna. Oh mijn god. Hij gaat wel hard, hoor. Ik denk eerlijk gezegd dat Noël nog wel gaat vallen. Niet lullig bedoeld, maar goed. Oké. Nee, tuurlijk niet, schat. Dacht je dat bij mij? Ja. Oh, even eerlijk. Ja, eerlijk. Jij dacht dat ik ging vallen? Nee, ik dacht dat jij niet ging vallen. Oké, kom op, Janneke, focus. Laat zien dat ik geen Benny ben. Laat zien dat Benny de Benny is. Oh my god. Oh. Dat was wel echt goed al, hoor. Daarom zijn we gemaakt voor elkaar. Nee, maar dit ging echt wel heel goed. Ja. Lekker, hoor. Doe maar snel zwemmen, want Noël komt eraan. Krijg je water in je mond? Oh, ja. Ik moest ook even happen. Wel koud ook, hè? Ik wil niet water. Hier, daar komt Noël weer aan. Oh, lekker, hoor. Nice. Lekker, hoor. Nou, dan is het tijd dat ik even een keertje ga proberen. Ja. Gaat het goed? Ja, ik kreeg even geen shock, joh. Even happen aan. Maar het zag er wel serieus echt al goed uit. Leek zo steady toen je wegging. Ja, ik dacht, jij hebt hem. Ja, je hebt hem. Let's go. Ik dacht, jij gaat me er aan doen, Janneke. Maar als je nu nog een keer gaat, heb je hem meteen. Weet ik zeker. Ik ga nog een keer proberen. Oké, laten we kijken bij Noël. Woe! Je gaat hard door die oranje dingen. Ziek, hè? Het leek bij jou alsof je niet hard gaat. Het is altijd van de zijkant lijkt het veel minder hard. Ja, en als je er zelf op staat. Ja. Ik kijk naar voren, ik denk hoor. Maar super nice. Zo echt ziek. Lekker hoor, gewoon in één keer. Zo blij. Nu jij, schatje. Kom op. Ik vind het zo leuk om naar jou te kijken als je dit doet. Wel uitkijken met die GoPro in je mond, hè? Het is wel beter, hè, dat je voeten gewoon helemaal vastzitten. Ja. Alleen als je dan wel een keer valt, dan moet je ze helemaal los weer doen. Let's go! Doei. Succes. Doei. Let's go, baby. Let's go. Let's go. Woe. Hij kan dan weer. Nee, hij heeft het wel vaker gedaan. Maar hij is wel zo comfortabel. Dat is deze niet normaal. Zo zelf. Ja. Nu weer, hè? Ja. Jij kan dat, hè? Maar eerlijk. Ook heel erg. Dan, ik kreeg gewoon, misschien was dat het. Maar je stond eigenlijk al. Ik dacht, nou, ze staat. En toen viel je gewoon achterover. Je hing te ver achterover. Ja. Kom op, Benny. Jij kan het ook, hè? Ik wil ook graag dat jij het kan, want jij kan. Jij kan dat, hoor. Die laatste keer had je hem echt bijna. Weet je wat mijn fout is? En dat was de eerste keer ook. Ja, ik zei net al iets anders. Ik maak heel veel fouten. Maar je moet niet aan het ding trekken. Je moet hoeveel moet je? Ja, dat is een bos. Hij wil meteen waarschijnlijk die schans pakken. Nice! Yay! Hoppa! Dat was de eerste keer, dames en heren. En dat ging supergoed.
Holy moly. Het is wel heel koud het water. Oh my god. Niet normaal. Maatje! Lekker hoor. Oh, dat ging heerlijk. Zo echt, maar die bochten zijn eng hè. Die en die. Oh, het water is zo koud. Ja, ik kreeg een dikke schok toen ik erin. Oh, jij zit vast natuurlijk, ja. Ja. Zo zie ik om jou, zo smooth daarvan, ja, op te gaan. Op dat water, dat was niet normaal. Ja, thanks. Oh. Ja, dat was zo sick, dames en heren. Bro, what the hell. Ik dacht, ik doe gewoon eerst één rondje, want ik ken mezelf en dan ga ik te snel. Maar de kerel die zei sowieso van ja, als je die obstakels wil doen, moet je een helm op. Ik had nu geen helm op. Dus kon je sowieso niet, dus nee. Ik dacht één rondje even voelen. Maar weet je wat ik serieus lastig vind aan zo'n kabel? Nee. Die bochten. Ja. Want als hij helemaal slap komt te hangen en hij trekt jou in één keer, dan... Je gaat naar voren. Ja. Ik had dat in die hoek en in deze hoek helemaal. Daar ik ga je al... daar bijna al, hè. Ja, oh ja, nou... Omdat die veel te los hing. Ja. Toen... Ga je zo hard in één keer naar voren, dat is zo... Klopt. Maar hey, lekker bro. Yo, die was zo sick. Holy shit. Okay, oh, daar gaat Jan, ja. Let's go, let's go. Ja! Oh, bijna. Oh mijn god. Zien jullie wat hij nu aan het doen is? Hij is nu serieus de baan aan het schoonmaken. Dus ik wil namelijk heel graag deze nemen, die je hier ziet. Zo'n mooie wave. Kijk hem, hij is heel cool. Kijk. Ja, maak dat weer even schoon. Dus hij gaat gewoon letterlijk sliden langs die jump om het schoon te maken. Oh, hier gaat hij hem nemen. Kijk hem even. En weet je wat het is namelijk? Omdat hier leven ook gewoon allemaal eenden, vogels, weet ik veel wat. En die gaan op die ramp zitten. En ook daarbovenop. Dus die laten dan allemaal poepies. En dat is hij nu eraf aan het spoelen. Dus als de derde rondje trouwens. Maar Marvin sowieso nog een keer. Janneke en Thijs, ik heb alle vertrouwen. Ja, ik ook. En Noël, ook die wave nemen. Ga je dat doen? Nee, nee. Let's go! Oké, Thijs die gaat nu nog een keer. Marvin die is er alweer klaar mee. Die heeft twee rondjes gedaan. Lekker Marvin! Janneke, druk jij op dat knopje? Kom op bro. Ja, hij moet nu door die pionnetjes. Hij moet naar de pionnetjes. Weet hij dat? Hij gaat niet naar de pionnetjes. Kijk, gaat hij weer. Nu valt dat touw stil. Ja, hij valt. Het ging nog bijna goed ook. Ja. Ja, hij moest echt door. Ja, je moet echt daar tussendoor. Ik heb nu al zoveel last van mijn onderarmen, van het knijpen. Ja, serieus? Heel staar. Echt? Maar dat heb ik met motocross ook altijd. Dan houdt het stuur veel te strak vast. Echt zeer nu al. Maar het is wel echt leuk. Het is wel echt leuk. Je hebt weer twee mooie rondjes gedaan. Ja, ik vind dat echt fijn. En dan kan ik hier ook gewoon gecontroleerd stoppen. Ja. Oké, nu Janneke. Komt die Janneke. Let's Kom op Janneke. Gaat-ie? Gaat-ie. Auw. Meteen nog een keer. Gelijk. Ja. Oké, daar gaat ze. Ja, staan. Jongens, ik zat er even helemaal doorheen. Dat is wel een visje. Oh my god, ik zat er zo doorheen. Nee, ik zat er echt, boy, ik dacht echt, waarom lukt het maar niet? En toen op een gegeven moment ik stond en jullie begonnen al te zien, ik kreeg zo'n euforisch gevoel. Ik dacht, let's go man, ik wilde lekker man. Lekker man. Maar die bocht is moeilijk man. Ja, door die oranje dingen. Door die oranje dingen moet je gaan. Ja, dat deed ik dus. Daarom viel ik. Jij ging te helemaal binnendoor, door dat touw stil kwam te hangen. Hé, hey, maar één recht stuk, hè? Het staan is gelukt. Wow. Weet je wat je moet doen, Jan? Wat Noël zei, dat is extra, man. Ik denk helemaal niet meer na. Ik doe echt puur op alles wat ik geleerd heb, dat heb ik even... Maar die boot is helemaal anders. Ja. Maar je had hem in één keer. Ja, gewoon door gewoon niet na te denken. Ja, daar is die brein uit. Maar ik wil het gewoon zo... Jij kan dat ook, ja. Serieus. Je staat echt bijna. Maar wat hij zei, je stond nu te rechtop. Je moet je knieën een beetje blijven buigen. Want nu stond je... Ja, je stond al. En dan moet je doorgaan. Ja. Maar heel eerlijk gezegd, wat Noël inderdaad zegt... Ik weet ook niet wat ik doe. Nee, ik heb geen idee wat ik doe. Ik sta gewoon en dan ga ik. Jij wordt getrokken en jij hebt gewoon de feeling van... Ik ga nu zo staan en dan En dan ga je gewoon een beetje voelen later van als ik stuur of als ik een beetje naar links hang, wat gebeurt er dan? Wat gaat er nu gebeuren? Heel ja. Toen ik daar in het midden stond, toen zat ik ook echt gewoon puur op gevoel. Oké, zo'n voren en iets naar achter. Oh, yeah! Daar gaat Enzo. De volgende gaat over dit obstakel. Ik ben zo benieuwd. Ga
Hij gaat ook gewoon met één hand door die bochtjes. Hè. Dat vind ik zo knap. Ik krijg echt nog zo'n ruk aan het touw als ik door die bocht ga. En Enzo doet het gewoon met één hand. Dat vind ik zo knap. Dit is zo'n flashback naar jou op het ijs doen. Oh, die voeten, die doen pijn. Oké, wat gaat Enzo doen? Wat gaat Enzo doen? Ja, hij gaat nog een keer. Oh nee, hij is klaar. Nice! Dat ging echt zo smooth. Ik weet niet hoe ik het deed, maar ik deed het in één keer. Het zag er zo smooth uit. Niet normaal. Echt vet. Ik probeerde het daarna serieus nog twee keer, maar ik kom veel te hard door die bocht. Oh. Dus dan red ik het niet om die korte bocht te nemen. Oh, snap ik. Dus ik weet niet hoezo het de eerste keer lukte, maar ik ging ervoor. Echt ziek hoor. Echt knap. Maar hoe smooth ook dat water met in zo. Ja, echt. Hij zakte gewoon het water in. Oké, dames en heren. Jerry die is nu aan het wakeboarden en hij gaat mij laten zien hoe hij de bocht aansnijdt, zodat ik het ook kan doen. Waardoor je gewoon nog een keer die wave kan nemen. Want het liefst wil ik gewoon 2-3 rondjes elke keer die wave nemen. Want die vind ik echt zo super satisfying. Nu al gewoon zo'n lekker gevoel om hier in één keer van het water dan zo er overheen te gaan. Dat is echt heel erg chill. Dus Jerry die komt eraan en die laat dus zien hoe hij deze bocht aansnijdt. Want ik ga elke keer veel te hard, veel te wijd. Waardoor ik niet meer in één keer zo kan. Maar waardoor ik gewoon net dan te laat kom, zeg maar. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaat doen. Oké, wat doet hij nu? Nu is het belangrijk. Hij maakt een hele scherpe bocht daar. Oké. Oké. Ik wou schreeuwen, maar dat kwam er niet uit. Je hoorde oké. Oké. Prima. Ja, hij snijdt gewoon meteen die bocht en één keer snijdt hij vet snel af zo. Dus dat ga ik proberen. Dus dat wordt nice. Ja! Ze stuurt goed, ze stuurt goed. Yes! Ja, ja, ja. Yes! Loslaat. Gaat hij goed? Wow. Ze werd gelanceerd. Hey, let's my girl, let's my girl. Ze vloog gewoon. Ja, ze vloog. En dat was een overwinning. Yeah! Ze bleef hem vasthouden. Maar zo knap, gewoon bijna een rondje. Dat is echt goed. Ready? Ja. Huh? Gaat ie? Ik weet niet wat ik deed, maar... Zo, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar, Ja! Yeah, Janneke! Lekker hoor! Yes! Zo goed! Zo goed! Ja, hè? Echt nice! Ik bleef wel iets te lang aan de touw. Ja! Nee, maar echt knap! Ja, je was al gevallen, ik zag je nog zo. Ik denk, jij wil allemaal terug voor hier naartoe. Yes, ik ben echt blij. Echt goed! Goed zo! Let's go, schatje! Let's go, je gaat weer, hè? Ik kan het ook. Op die feeling, bro, kom. Thijsje, kom op, hè! Yeah! Oké, kort bochtje maken. Ja? Thijsje. Ja? Woe! Hey! Oh, en zo! Woe! Woe!
was zo leuk om dit te doen. Ja, het gaat ook echt goed bij jou hoor. Gewoon even een paar keer oefenen. Eigenlijk best wel raar dat ik gewoon de eerste keer een perfect deed. Echt ziek hoor. En nu die tweede keer was ik nog te veel bezig met de bocht weer. Ah, gewoon nog een keer. Nu denk ik te veel na. Dat denk ik ook, ja. Maaien en Janneke die gaan nu op het kneeboard met z'n tweeën. Dit wordt wel echt geniaal. Kom bij Jan, kom je erbij. Go. Gewoon in één keer. Ja, geniaal. Let go, bro! Thijs die zei, ik wil één rondje, anders kan ik niet slapen. Maar hij komt nu bij de moeilijkste bocht. Let op. Oh mijn god, hij doet het. Let's go, maatje! Hij heeft het geflikt hoor. Hij zei, ik wil één rondje. Nou, ik tel dit wel mee als rondje hoor. Tuurlijk. Let's go! Let's go, dames en heren, let's go! Oké, ik hoop zo dat die schans nu meteen goed gaat. Terugzwemmen is zo koud. Maar dit was echt gruwelijk. Dat was zo vet, niet normaal. Nice. Heel nice. Dat was zo vet. Maar die laatste was ook zo geniaal. Dat was geniaal. Je had gewoon een glijbaan. Ik gleed er gewoon met mijn kont op. Ja. Dat was zo grappig. Echt mooi. Oké, nu Noël nog, hè? Ja, Noël gaat het ook proberen. Geniaal. Is klaar nu. Ja? Ja. Helemaal klaar mee? Ja. Ja, het ging wel goed ook. Het ging goed en als het goed gaat. En ik ben gevallen, maar op een grappige manier. Ja. Maar dat was zo grappig. Ja, dat was echt geniaal. Maar weet je wat nog mooi was? Mijn commentaar. Ik zei, oké, daar gaat hij. Let's. En toen viel je. En toen, go. I love that. Glijbaan! Noël, gaat hij goed? Ja. Oké. Okay. Oeh, daar klonk even van niet. Hij heeft dat altijd zo erg. Hij heeft altijd, als hij in koud water gaat, dat hij... Maar hij sprong een keer in het zwembad bij Milan en hij had niet verwacht dat het zo koud was. En hij kon gewoon niet praten. Nee. Over 10 seconden kon hij niks zeggen. Maar het ook toen met het ijs bij jullie, ja, in de vijver. Als hij het zo koud heeft, dan kan hij niks zeggen. Maar ik vind het wel heel stoer dat hij het geprobeerd heeft, serieus. 100%, echt serieus. Je zag hem twijfelen, want hij maakte eigenlijk die bocht niet scherp genoeg. Nee. Waardoor hij niet recht op de ramp afging. Hij ging er een beetje schuin op af. Ja, precies. En toen zag je dat hij zich liet vallen op zijn bib. Ja. Ik had dat ook de tweede keer dat ik net ging. Toen ging ik ook twijfelen, toen ging ik ook op mijn bib. Maar dit is de chillste manier om te vallen, toch? Tuurlijk, is ook zo. Er is niks aan de hand. Nee. Hij heeft gelachen, wij hebben gelachen. Ja. Oké, dames en heren, wat er nu gaat gebeuren. Ik ben sowieso klaar met het wakeboarden. Ik heb het ook echt mega, mega koud. Maar Thijs en ik wilden eigenlijk met z'n tweeën nog op het kneeboard. Net zoals wat Janneke en Maaien net hebben gedaan. Maar toen zei ik, weet je, laten we allereerst alleen gaan op het kneeboard. Dan weten we een beetje hoe het is op zo'n kneeboard, ook met het sturen. Want Janneke en Maaien kregen het niet voor elkaar om de eerste bocht te nemen. Dus misschien als jij nu gewoon een heel rondje kan op het kneeboard. En ik kan een heel rondje. Bro, kunnen we het samen toch ook wel. Man. En anders gewoon teamwork makes the dream work, baby. Snap je. Hij is ook wel vet, hè, dat bord. Je ziet er zo vreemd uit. Ja, zo geniaal. Doe je knieën. Wow, dat is echt een vibe. Ja, doe eens die houding. Wow. Ja, bro. Dat is toch geniaal? Yo. Daar komt zo'n ding heen. Je hoeft helemaal niet vast te zitten. Nee, je hoeft niet vast te zitten, niks. Dit is gewoon wat je doet. Down. Even more. Like this. Yeah. Handle like this. Yeah. And then, just feel it. Okay. Gewoon voelen, zegt hij.
Hoi, hoi, hoi. Dat is geniaal. Op het begin zag je hem zo. En dan zit hij zo. En nu heeft hij het. Nu kijken of hij de bocht ook komt, hè. Daar ben ik echt benieuwd naar. Hij doet het, hij doet het, ja. Hoi! Hij is gevallen. Oh. Ik ging vol voor. Hij is gevallen. Ja, ja. Ja, ja, jammer man, jammer. Dan gaan we het sowieso met z'n tweeën allemaal niet redden. Nee. Maar jij gaat nog een keer proberen, hè, met de schoenen en dit bord. En dan... Maar het is moeilijk, ik heb respect voor jou gekregen. Bro, je gaat heel snel ga je bewegen, waardoor je plank zo gaat. Klopt. Dan ga je hard. Ga je maar komt goed bro, jij kan dat ook. Gewoon oefening bij het kunst, toch? Zeker weten. Nog een keer. Okay. Let's go man. Ga ervoor. Pak de bord en maak die baan kapot. Ga het maken. Oké, okay, kom op Noel. Focus. Dan gaat hij weer. Let's go. Was die bocht moeilijk? Die eerste bocht ging wel. Daarna weet ik niet precies wat er mis ging. Dit geeft wel een kick man in je eentje. Ja? Je doet echt een superman man, hoe je over dat water gaat. Ik ben benieuwd wat wij met z'n tweeën gaan doen man. Oké, daar komt Noël. Hij gaat die jump weer doen. Kunnen jullie even schreeuwen, kom op Noël, kom op Noël. Hup Noël! Hup Noël! Noël snijden! Lekker! Ja? Kom Noël! Oh! Hij is er overheen. Hij heeft hem wel gedaan. Lekker Noël. Ik vind het wel knap. Ja, en zo? Knietjes. Wat doe hij doe? En hij ging. Woe! Het ziet er ook gewoon echt geniaal uit. Maar dit vonden wij echt moeilijk met z'n tweeën, Janneke en ik, naar buiten sturen. Even kijken, 7 minuten. Zo goed lukte ons het niet eens. Die grote bocht. Ja, dat doet hij wel echt goed, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, hij heeft hem hoor. Woe! Je keek ook gewoon naar mij. Bro. Gaan jullie nu samen? Jij gaat voorop, man. Een heel rondje hoor, joh. Oh, mijn ogen branden, mijn kop uit omdat ze koud is. Bro, die bocht gaan we nooit halen. Jij nam een hele grote bocht, dat was super slim. Ja. Want ik nam denk ik te kort, dat nadat vloog ik er vanaf. Ja, maar dat is het. Als je hem te kort neemt... Ja, dan ga je het zo eraf. Waardoor, ja. Maar we moeten meteen gaan, want je kan niet meer. We gaan gewoon samen leven. Het is zo schattig, dat vind ik echt niet. Hold it! Als we een rondje kunnen maken, zou ik zo knap vinden. Ja, wow, het lukt ze, ja. Ja? Ja. Wat? Oh, nee, jammer. Wow, maar ze gingen gewoon wel redelijk door die bocht. Wow, echt knap. Maar het is zo grappig, ik hoor ze ook gewoon lachen. We had so much fun. Thank you very That's much, good. Jerry. Thank you, guys. Thank you. It was very nice, thank Best you. Best instructor. Thank you so much, thank you. So nice. Happy holidays. Yeah. Have a great time then. Enjoy. Thank you. Bye. Ja, die kerel is zo aardig. Ik heb er zo van genoten. En nogmaals wat ik al zei, dat hij heen komt. Hij gooit het open. We hebben hier genoten. We hebben mogen wakeboarden. Hij gaf echt super goede tips. Ik bedoel, uiteindelijk heeft hij het wel ook gewoon voor elkaar gekregen. Dat hij goed genoeg tips geeft om iedereen gewoon te laten gaan. Dus ik kan niks anders zeggen dan dat ik hem heel erg dankbaar ben. En dat we er weer van hebben genoten. Serieus. En respect bro. Gewoon die wave heb gepakt nog. Bro, als zo ik heb wel, ik voel hem hier hè. Ja? Ja, ik heb een lekker kontje. Maar het was serieus geniaal. Ik heb echt zo genoten. Oh, niet normaal. Dus nu gaan we weer met z'n allen. Mag ik weer rijden, Thijsie? Jij rijdt. Ja, bro. Dan ga ik in de seat. Let's go. Ja, deze auto rijdt zo lekker. Is niet normaal. Het is ook echt een zieke auto. Dus we gaan nu weer 40 minuten terugrijden. En dan zijn we weer lekker bij het huisje. Oh, zo, ja, het is wel lekker warm hier. Ja. Oké, dames en heren. We zitten ondertussen in het restaurant. En we hebben allemaal even een beetje een inkakkertje. Mijn stem is ook weer helemaal weg. Ook al heb ik net een theetje op met wat honing. Maar ondertussen heb ik hier een hamburger voor mij staan. Samen met wat lekkere patatjes. Je hebt als enige een steak. Voor de rest heeft iedereen
een hamburger. Alleen hebben de dames een veggie burger en wij hebben een normale burger. Dus ga lekker smikkelen. Kijk eens eventjes, dames en heren. Wow. Ah, oh. Wauw, het zwembad. Dat ziet er wel heel nice uit. Hé, hey, dat is... Zo, hij kan zoiets raars doen met zijn mond, jij. Oei, hoe is dit? Oh. Dat zie je. Maar dat is de mascotte, hè? Weet je hoe die heet? Ja. Hoe dan? Bo. 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 Bobo. Bol. Bollo. Ja. What the fuck? Ik zei zo een beetje en opeens was het goed. Dat is wel fijn. Goed, laten we zwemmen. Ik heb opeens gewoon de sleutel. Kijk eens even. Hopstakee. Oké, maar precies in de handen van Thijs. De handen? Precies in je handen. Of ga je hem trappen? Nee, de handen. Oké, precies in de handen van Thijs. Dat was niet helemaal in de handen. Thijs, met deze precies in je handen, ja? Kom maar uit, dat ben jij. Kom maar even wachten. Wow. Hey, Noël. Ja. Met precies in je handen. Wow, holy shit. Die was heel nice. En zoals jullie waarschijnlijk horen, mijn stem is echt gewoon weer helemaal slecht. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik begin me ook steeds minder fit te voelen. En dat is echt super naar, want morgen neem ik de 3000ste vlog op. En ik heb dit nog nooit in mijn leven gehad, dat ik in één keer mijn stem kwijt ben. En gewoon nu bij de 3000ste vlog, dan ga je toch niet menen. Ik baal er echt verschrikkelijk van. En juist omdat ik baal, raak ik gefrustreerd, raak ik gestrest en dan wordt het waarschijnlijk alleen maar erger. Yeah. Oké, daar gaan we. Yes! Hoi, joh. Dat is best moeilijk, man. Dat is ook ziek. Hé, hey, Maren. Ja, maar. Komt in Thijs. Ja, dan moet je wel weer. Ja, doe maar. Nice. Oké, ik ga mijn sok uitdoen, want ze zijn helemaal nat. Let's go. Maar ik zit even te twijfelen of ik ga zwemmen of niet. Ik weet het niet. Ik vind voetballen aan de zijkant zo ook wel een beetje leuk, dus ik zie het wel. Even het water voelen. Wow, yo, dit is oprecht gewoon lekker warm. Ja, serieus. Gewoon echt lekker. Wow, yo. Oké, misschien dat ik dan nog wat water in ga. Nou, laat eens een mooie duik zien. Een duik of een bommetje? Ondertussen ga je het kinderbad. Ik ga naar mijn badje. Ik denk gewoon een mooie duik. Een duik? Dat kan niet te diep, hè? Oké, dat zag er zo clean uit. Was dat een mooie duik? Ja, dat is echt niet normaal. Ik kan nooit... Kijk, de duik is hoe minder een plons je maakt, hoe mooier het is. Oh ja, maakte ik niet meer. Je maakt echt gewoon bijna geen plons. Dat was zo sick. Ik werd helemaal niet nat. Oké, dames en heren, we gaan een spelletje doen. Ik sta hier buiten het zwembad. Ik heb hier een bal. Klein, bal groot en ik heb Hans. En ik ga een van deze obstakels ga ik gooien om de beurt. Stel voor ik gooi de frisbee en Thijs vangt hem. Dan is Thijs door naar de volgende ronde. Degene die als laatste overblijft en niet heeft gevangen, dan ben je geëlimineerd. Ja, ik baal zo van mijn stem, want ze horen me geen eens. En ik kan niet schreeuwen, dus het is echt super irritant. Ik word helemaal gek hier, maar goed. Oké, daar gaat hij. Ik ga beginnen met de grote bal. Thijs heeft gewonnen. Moet ik deze meenemen? Nee, laat maar daar. Oké, ik heb hier de volgende bal. Precies hetzelfde, hou hem omhoog en je gaat door naar de volgende ronde. Marjorie gaat door naar de volgende ronde. Oké, dan gaan we met Hans gooien. Dit is de laatste. Oké, we hebben 3 finalisten. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja, wat gaan we nu doen? Precies hetzelfde als de vorige keer. We gaan eerst met Hans gooien. En wat jullie doen? Jullie draaien allemaal om. Naar die kant. Oké, als ik zeg ja, dan mag je omkijken. Nee. Ja. Oh, mijn technie is bijna. Lekker, Noël. Oké, kom maar. Wie het eerst 2 keer hem heeft gevangen is door naar de volgende ronde, Noël. Als ik zeg nee, mag je omdraaien. Ja. Wat zei je? Ik zei nee. Nee, ik hoor niet wat je zei. Hij wil gewoon praten. Oh, ja, je hoort me ook niet goed, hè. Als ik zeg nee, mag je omdraaien en kijken. 3, 2, 1. Ja. Ja. Meenemen. Nee!
Ja! Wat zei die? Meenemen. Nee, ik zei meenemen. Hé, kom op, ik kan door aan deze man. Oké, omdraaien. Als ik zeg komt-ie, dan mag je omdraaien. Komt-ie. Thijs is door naar de volgende ronde. Als ik zeg ja, dan mag je omdraaien. Ja. Holy shit. Oliebol. Daar komt hij. 3, 2, 1. Oliebol. Noël, die geeft het op. Wat deed je, Noël? Ja, hij ging al over me heen. Zij was aan het zwemmen, ik weet het allemaal. Wie als eerste de frisbee, de bal en de grote bal omhoog heeft gehouden achter elkaar, heeft gewonnen. Ja, dus ik gooi nu de frisbee. Stel voor ik gooi hem en Thijs heeft hem. Dan heeft Thijs dus kans om daarna te winnen met de volgende bal. Dus wie als eerste alle drie de items omhoog heeft gehouden? Niet achter elkaar. Nee. Oké, als ik zeg ja, mag je omkijken. Ja. Ja, Thijs. Ja. Oké, dan nu de bal. Als ik zeg ja, mag je omkijken. Ja. Lekker, Thijs. Ja, Thijs is iets sterker, dus ja. Oké, de finale met de grote bal. Klaar voor? Nee. Als ik zeg nee, mag je omdraaien. Nee. Als ik zeg nee, moet je weer omdraaien. Nee. 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 Wat doe je? Nee. Nee. Thijs heeft gewonnen. Wie is klaar voor het volgende spelletje? Ja. Wat we gaan doen is het volgende. Ik heb hier in totaal 8 van deze speeltjes. Ze drijven allemaal. Ik ga ze straks gooien. En wie hier terugkomt met de minste, die ligt eruit. Jezus. Ja? Dus jullie moeten allemaal hierheen kijken naar mij. En dan ga je ze gooien. En dan ga ik ze gooien. Zijn er 8 of zijn er 10? Zijn er 8. Weet je dat zeker? Ja, het zijn er 10. Het zijn er 10. Oké. Ik ben fucking zenuwachtig. Oké, het zijn in totaal 9. Echt? Maar ik heb ze niet helemaal gehoord. Oh. 10? Ja? Het zijn er serieus in totaal 9. Ik ben zo zenuwachtig. Ja. Oeh, zijn we eentje kwijt? Ja, blijkbaar. Het gaat beginnen in 3, 2, 1. Chaos, dit is serieus chaos. De meeste dingetjes die ik heb gegooid liggen daar links in de hoek. Dus daar gaat iedereen nu heen. Oh, volgens mij heeft Janneke geen 1. Hoeveel hebben jullie er? Hoeveel hebben jullie? Ja, dat vroeg ik net ook, maar ze horen me niet op mijn stem. Jij ziet er eentje. Oké, kom allemaal maar hier. Hoeveel heb jij er, Thijs? Heb je er 2? En Janneke? 1. Myron? 3. Zo moet je ze neerzetten. Heb ik weer gehoord. Oh, Janneke. Oké, deze keer gaan we het anders doen. Jullie 3, doe je ogen dicht en dan ga ik ze gooien. Alle 9 weer. Oké, Thijs, als afleiding ga maar liedjes zingen, dan hoor je niet waar ik ze gooi. Yeah. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got a horse in the back, horse string is attached. Morning, morning, black, got a bitch and break the bag. I'm running on the tractor, living in my valley. You can run on free. Okay, 3, 2, 1, go. Noël is slimme jongen. Noël is een hele slimme jongen. Oké, voor de mensen, er ligt nog 2 helemaal links achter. En er ligt serieus eentje hiervoor nog. Ja, Noël ziet hem. Noël is slimme jongen. Oké, hoeveel heb jij er? Ik heb er nu 4. Hoeveel? 3? Dan heb jij 2. Kom maar terug. 3 blauwe. Nee. Oeh, je hebt alleen maar groene. How could this happen to you?
Jij bent twee, man. Oké, de finale. Zijn jullie klaar voor de finale? Ja, wat is de finale? Oké, ja, gewoon wie de meeste heeft, hè. En je kan niet gelijk spel, want ja, het is, zijn er negen, dus. Alle negen. Oké, ja, alle negen. En jullie moeten allebei gewoon iets neurien, zodat jullie ook niet horen plonsen. Dit gaat nu wat serieus, hè. Oké, daar gaat hij. Ik heb hem gewoon daaronder geplakt. Oh mijn god, dat is geniaal. Ik heb hem serieus daaronder geplakt. Plak deze erachter. Daarop, daar zo. Ik plak er eentje hier. Oké, en ik plak er eentje hier. Daar ligt er één. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Ik plak eentje op de bal en dan gooi ik de bal in het water. Even kijken of dat kan. Oh mijn god, dat kan. Duw hem in het water gewoon. Duw hem gewoon in het water. Oké, ik doe er ook één op de frisbee. Oh ja, kijk. Oké, en deze in het midden. Oké, zijn jullie klaar? Ja. Deze keer heb ik ze heel anders verstopt. Niet in het water. Ik heb ze allemaal in het water of de tegels. Belangrijk is, en dat is de tip die ik je geef. Ja. Het kan zijn dat er ook een paar zijn geplakt aan de zijkant. In het water? Ja. Gast. Okay. Maar allemaal in dit bad? Ja, jullie mogen beginnen. In 3, 2, 1, go. Je mag niet uit het zwembad. Oh, dat is niet gezegd, hè? Kom maar weer terug. Kom maar weer terug. Nee, dat klopt, dat klopt. En we gaan nog een andere regel toevoegen. Jullie krijgen namelijk precies een minuut de tijd om weer terug te komen. Oh ja. Tenminste, als ik zeg hij is om, dan schreeuwt Thijs wel dat hij om is. En dan moeten jullie terugkomen. Dan mogen jullie niks meer, ook niet op de weg terug als je iets ziet, iets pakken. Oké, jullie beginnen in 3, 2, 1, go. Oh, oké, Noël heeft 1. Oké, Noël doet zijn tijd hier. Marion die is ondertussen goed bezig. Marion gaat helemaal naar achter daar. Ze zit op 15 seconden. Oh mijn god. Dit is zo mooi. Oké, Marion is echt zwaar druk bezig. Hier zit er ook één verstopt. Oeh, Noël had hem net iets eerder. Oké, nog 20 seconden. Oh my god. Oké, bijna tijd. 2, 1, stop. Stop. Ik zag hem nog. Ja, helaas. Echt? Ja. Maar je mocht niet uit het water. Nee, maar hier kan je wel bij. Oh, dit was spannend. Onze beurt. Oké, de eerste. Oh, dat is ook leuk. Oei, 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 oei. Oei, 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 oei. Vijf! Missen er twee. Nou, daar zit er één. En waar zit er nog meer één? Hebben jullie hem helemaal achter in dat hoekje aan de zijkant van de muur gepakt? Ja, volgens mij. En de frisbee? Ja, ja, hij plakte onder de frisbee, hè? En de bal ook. En op de bal. Ja. Er zat één op de frisbee en één op de bal. Nee, je hebt die niet gepakt in de hoek. Echt niet? Nee, ga maar kijken. Onder water? Ja. Oh, ja. Ja, hier. Oh ja, mooi joh. Wow. Dat had ik ook vergeten. Ja. Echt leuk hoor. Ja, dat is een goede plek. Ja, jammer man. Want ze drijven, maar ja, je kan ze wel plakken op de bodem. Dat het gewoon blijft zitten. Ja, dat is geniaal. Vacuüm geslagen. Dat is echt lachen. Willen jullie nog een keer, jullie vier? Ja. Oké, dan ga ik ze deze keer verstoppen. Maar dan wil ik jullie vragen om heel eventjes dan uit het zwembad te gaan. En dan even te zitten op dat bankje aan de andere kant, zodat je mij niet ziet. En dan ga ik even mijn zwembroek aandoen en ga ik ze verstoppen ook op de bodem en zo. Ja? Oké, dames en heren, dan ga ik toch in het zwembad. Ik vind het gewoon leuk om dit te doen. Ja, dan hadden jullie vast wel door. Oké, dames en heren, het water is oprecht wel echt heel erg lekker. Ik heb ze hier allemaal. Zij zitten in het kinderbadje daarachter. Dus laten we ze even lekker gaan plakken. Daar gaan we. De eerste. Ik heb ze allemaal verstopt. Ik pak hier mijn telefoon erbij. En dan doe ik een timer deze keer op 2 minuten. Omdat het gewoon echt wel wat moeilijker is. Omdat ze op de bodem zitten aan de zijkant van het zwembad. Ik ga ze nu erbij roepen en dan mogen ze meteen beginnen. Oké, is iedereen er klaar voor? Ja. Oké,
Jullie krijgen 2 minuten de tijd. Als ik zeg 3, 2, 1, dan beginnen jullie vanaf hier. Ze zitten deze keer alleen in het zwembad. Dus je springt gelijk in het zwembad, hier aan de voorkant. Ja. Je gaat niet naar achter rennen, je springt er meteen in. Maar vanaf hier, overheen. Ja, gewoon, nee, hier zo langs. Wel mee, ja. Dus gewoon, Janneke en Maya, we gaan rechtsom en jullie twee gaan linksom. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, de tijd gaat in 3, 2, 1, go. Noël die is hier aan het kijken bij het trappetje. Thijs en Marvin die zitten helemaal achter in de hoek. Ik ga er even heen. Ik neem de tijd mee. Dat is goed, joh. Oké, jullie hebben nog 1 minuut en 10 seconden. Oké, stop. Iedereen stop. Niet kijken, niet kijken. Stop, 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 stop. Janneke, hoeveel heb jij er? Twee. Twee, jij? Twee. Twee, jij? 1? 2. Oké, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er zijn nog 2 verstopt. De tijd gaat nu weer verder in. Ik heb hem ook. Oh. Ja, ja. Jullie hebben nog 10 seconden. Ja, we hebben ze allemaal. Oh, stop. Oké, laten we kijken. In totaal hebben jullie er 1 minuut en 53 seconden over gedaan. Oké, Janneke die heeft in totaal 3. Oké, volgende kandidaat. Myron, 2. 2. Volgende kandidaat. Thijs, 1. Volgende kandidaat. Noël. 3. Dat betekent dat Janneke en Noël allebei 3 stuks hebben. Dus, finale battle. Ja, let's go! En ik denk dat de meest moeilijke was de allerlaatste die had Janneke gevonden. Dat was namelijk een blauwe op de bodem op een blauwe tegel. Dat zag je bijna niet. Wow. Ja, en dan liep Myron 2 keer voorbij. Dit was, ik rende om het hoek, ik sprong het water in, pakte deze meteen en verder heb je geen meer gekozen. Weet je wat ik deze keer ga doen? Ik ga deze keer ga ik er 2 aan elkaar plakken en die doe ik dan op een blauwe tegel. Dan hebben ze meteen 2 punten. Oh joh. Je doet hem zo plakken aan 2 kanten. Ja, nu zo op de bodem. En dan zo plakken. Kijk, zo, zo ja. Een boogje. Ja, als een handpadje. Ja. Dat is een blauwe tegel. Ja, dat is geniaal. En? Oké, laten we een rondje doen. Ergens precies in een hoekje van het zwembad. Dat zie je, ja, als je het weet, zie je het. Maar als je op zoek bent, dan ga je het echt niet zien. En net was ook lastig, omdat er zoveel beweging was door iedereen. Ja, ik heb een goeie. Die zie je ook bijna niet. Nee, die zie je bijna niet. Die zie je pas als je erheen gaat. Ja, misschien ook eentje hier op het blauwe. Maar dan niet bij de lamp. Nee, aan deze kant. Net als je eentje aan die kant. En dan ook zo dubbel. Doe ze allemaal zo. Oh, doe hem precies dat is in een echt moeilijk. Ja, precies in een hoekdubbel. Daar, op 2 kanten. Oh, die is goed. Hebben jullie daar nog één? Oh, en dan bij die andere trap ook? Nee. Oh, stop hem hierin. Ik weet niet, ja. Ja. Kan Janneke daar ook bij? Dan gooi je de reddingboei erin, maar dat is afleiding. Dan gooi je het ballen erin, maar dat is afleiding. Dan gooi je de frisbee erin, maar dat is afleiding. Wat we gaan doen, Myron, die volgt Janneke. Ik volg Noël. Oké? Zal ik ze roepen? Ze hebben geen tijd. Ik denk dat de tijd pas voorbij is als ze alles hebben gevonden. Oké, dan gaat Thijs ze roepen en dan mogen ze van mij betreft beginnen. Tel maar af, 3, 2. Ik ga aftellen van 3 naar 1. En dan moeten we in het zwembad springen. Dan moeten jullie, Noël, jij pakt rechtsom, Janneke linksom. Rechtsom. Op go moeten jullie gaan, ja? Ja. 3, 2, 1, go! Oh, wat een gok. Oh, zo. Niet te stop. En hier ben jij al. Allebei. Afleiding. Wow, yo. Bro, zie ik niks of zie ik niks? Hier ook niet. Yo. Yo. Wat de hel? Ja, man. Ja, het is vet. Oh my god.
Oh, kijk eens naar Janneke. Nice. Oké, dames en heren. Op dit moment is de score als volgt. Noël heeft er 1. Janneke heeft er 2, 3, 4. Dit betekent serieus dat Janneke al heeft gewonnen. Ja, want Noël. Want er zijn er 9. Ja. Woe, Janneke! Maar er zijn nog verstopt. Nee, even kijken. Jij hebt er 5, jij hebt er 1. Ja, er zijn nog 3 verstopt. Ik weet waar ze alle 3 liggen. Ik weet ook waar ze alle 3 liggen. Nee. Weet je wat we gaan doen? Loop met mij mee naar die trap. Er liggen namelijk 2 bij die trap. Oké. Wow, ik ben en al lang. En Noël heeft daar al 2 gekeken. Ja. Maar deze zijn echt te ziek. Oké, probeer ze maar te zoeken. Ze zitten allebei bij de trap. Boy, joh, respect voor deze, echt serieus. Ja. Wow, hoe is die ziek geplakt? Wacht, laat de andere van Janneke. Ja. What the fuck? Ja. Die is zo ziek. Maar die bijna in die hoek zat ook zo tegen die hoek aan. Boy, joh, die had ze wel gevoelig. Ja, dan ook die in het midden had Janneke, die 2 punten. Echt? Ja. Boy, joh, ik weet niet waar de laatste ligt. Ik wel. Hij ligt in dat hoekje. Oh, ga daar bij de zoeken. Daar ben ik nog mee. Ja. Jullie, hier zat er ook al 2, toch? Want Janneke had eentje daaruit en eentje vandaar. Hebben jullie hem nou al gezien? Hij zit dus ergens hier in deze hoek. Dit is zo hoe mooi. Hoe kan dit zo moeilijk zijn? Ja, echt ziek hoor. Oh my god! Die zag gewoon op dat ik zei nog als je, ik zei nog als je hem ziet niet pakken. Yeah. Maar hij zat dus hier. Zo. Dan zie je gewoon hij zat letterlijk hier zo geplakt. Dat zie je echt niet, hè? Nee, dat zie je echt bijna. Het is dat je nu weet. Ja. Oké, dit was echt geniaal. Dit was een mooi spel. En het was echt mooi, want we gooiden die boeien en die bal gewoon in als afleiding. Ja, dat was een goede afleiding. Jij ging meteen naar de boeien. Zo mooi, je ging allebei naar 1 object. Ja, geniaal. Dat was echt geniaal. Oké, dit was wel echt leuk om te doen nog. Ja. Wat er nu gaat gebeuren is dat ze gaan nu met z'n vieren ze alle 9 verstoppen. En ik ga niet kijken, niet horen, helemaal niks. En dan straks, we gaan namelijk niet filmen dat we ze gaan verstoppen. Maar we gaan alleen filmen dat ik ze ga zoeken. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik ze allemaal ga vinden. En dan ga je ze zoeken met de camera. Ja, dan ga ik ze zoeken met de camera. Ja. Ik ben benieuwd. Ja? Oké, wij hebben er ook weer 9 verstopt. En als jij er klaar voor bent, dan mag je gaan zoeken. Oké, is goed. Succes! Dankjewel. Ik denk dat jullie van die mensen zijn die meteen op het begin hier hebben gedaan. Goed, toch niet? Ja. Wow, joh, kijk op het plafond. Hadden wij daar kunnen komen? ik denk sowieso dat jullie niet op dezelfde plek hebben gedaan. Maar nee, volgens mij ook niet. Ik ga toch even voelen, dit allemaal. Ik ga dit allemaal even voelen. Hey! Ik zie er eentje. Deze is wel echt goed. Thanks man. Heerlijk. Nummer 1. Nu heb ik wel door hoe moeilijk het is. Hey! In het hoekje. Precies. Van wie in was het die? Hoekje. Van Janneke. Maar die was echt moeilijk te zien al. Die was moeilijk, ja. Ik zie er nog steeds verder niks. Deze hebben jullie echt goed verstopt. Hey, ik heb er één. Kijk eens even. Tot nu toe het beste verstopt. Ik denk dat ik hier even onder ga. Oh, ik zie er al een. Hoppakee. Wie is die? Ik. Ja, van Marion. Oh, ik moet nu weg. Toch niet? Toch niet. Helaas. Wat? Ik heb er pas 4. Nou, rondom het zwembad. We zijn te bereiken vanuit het zwembad. Ah! Wie was die van jou, hè? Ja. Wel. Kom maar. Oké. Hoeveel heeft hij er wel? 5. Oh, dit is echt iets zintuigen. Hé, mooi, joh. Kijk, hier zit er ook een. Kijk. Van wie was die? Noël. Noëlletje. Zet van de mega. Ik moet er nog 3, dames en heren. Moet ik nog 3 groene? Ja. 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 Ja, ik denk dat er eentje hieronder zit, maar ik kom er niet goed bij. Hij trapt er weer in. Pas op, dat verbrand je rug. Huh? Oké, ik ga even duiken.
Warm daar, hè? Zit hier echt eentje? Trapje op, trapje af. Hij pakt er van alle kanten. Zo. Nou, weet je wat het is? Ik begin last van mijn neus en mijn ogen te krijgen. Maar hij zit waarschijnlijk wel ergens onder de trap. Kun je nu met je voet aan voelen? Ja. Lijken. Voelen. Heel goed, Noël. Ik heb zeven. Hier zit er geen meer. Nee, niet bij deze trap. Maar ik zeg het, Enzo. Deze kant. Jouw rug was warm, zei jouw rug was heel warm. Toen je hier stond. Heel daar warm. Stond waar je nu staat. Pas op voor die chest. Die moet in vloeiend vlam staan. Zo. Jeetje, was dus die warm. Bijna, zeg. Wat brand jij jouw chest niet op dit moment? Huh? Oh, je tepels, kijk uit. Pas op, die tepels die staren recht naar het pionnetje. Hé, hey, gaan kijken! Wow! Hij zat hier al. Wow, achter de schoen. Hey. Oké, okay, die was echt goed. Oké, nog eenmaal. Ik zal één keer rondom het zwembad gaan. Hallo? Hè? Had ik die al? Nee. Je hebt het uitgespeeld, Enzo! Zoeken was dat Thijs er zo mee kon kijken. Zo. Maar jij was slim, jij ging gelijk ronddraaien toen nog. Ja. Weet je wat ik dacht? Misschien kijkt één iemand van jullie naar de plek waar die is. Dus ik draaide me snel om en toen zag ik jou met de camera jezelf filmen. Yeah. Maar dit was echt geniaal, dit was leuk. Yes. Heel goed. Alles goed gestopt. Ja. De beste was die op de stoel. Dit was het moeilijkste. Jaantje. Dit was het moeilijkste. Ja, dit was echt nice. Ja. Heel goed. Dat was echt super leuk. Maar we moesten nu ook echt moeilijke plekken zoeken, want anders zaten ze op dezelfde plek als wat jij had gedaan. Ja, klopt. Ja, dit was geniaal. Lekker door. Toch maar even lekker wezen. Oké, dames en heren, dat was de discoavond. Dat was serieus echt super leuk. Ik heb echt genoten. Dat was geniaal. En nu gaan we naar buiten. En ik denk dat het echt super lekker is als we naar buiten gaan. Omdat het hier best wel warm is. En buiten is het gewoon heel erg koud. Wow, dit is lekker, hé. Oh my god. Oh, dit is echt heerlijk. Zo, mijn ogen branden wel, hé. Niet normaal. Oh, en ik heb zo mijn vingers gekruist dat morgen gewoon mijn stem weer beter is. Of niet, Bollo? Hé. Hey. Hopen allebei, hè? Duimpje omhoog. Lekker, maat. Oh, dit is... Oh, hij gaat er vanaf. Hij is vanaf gegaan, maar hij stond midden op die steen gewoon. Helemaal bovenop. Dat was zo sick. Ja. Die andere ook, maar die steen ging zo hoog. Oh ja, die staat ook op een steen, ja. Maar dat was geniaal. En een steenbokken. Sowieso, dat zijn zulke mooie beesten. Dieren, hoe kan je het noemen? Dieren, denk ik. Oh, hij is aan het poepen. Sorry maatje, we gaan al weg. Goed. Terug naar het huisje. Oké, dames en heren, ik ga lekker naar bedje toe. We gaan even de laatste dingetjes doen. Thijs is hier nog aan het werk. Ik heb wat dingetjes gedaan op de laptop. En nu lekker tijd om te gaan slapen. Ik check jullie heel erg graag morgen bij de 3000ste vlog, dames en heren. Oh my god, niet normaal. En jullie hebben het gezien al aan het begin van de video. De actie, 30% korting op knolpauw.nl. Het is echt super lijp. Het is niet normaal. Je wil het niet missen, dames en heren. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog om 4 uur. Vergeet dat duimpje omhoog niet. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.